vind verpleegkunde, en dat is iets wat ik nu ook zelf ontdekt heb, enorm breed is. Je hebt daar zoveel verschillende mogelijkheden in. Je kunt in een ziekenhuis gaan werken, in een rusthuis, maar je kunt ook andere dingen met verpleegkunde doen. En je kunt ervoor kiezen om geriatrische verpleegkunde te worden, maar ook psychiatrische verpleegkunde. Er is zo'n ruim aanbod dat er eigenlijk voor iedereen die dat een beetje sociaal is aangelegd en het leuk vindt om voor mensen iets te betekenen, dat er wel een rol voor u als verpleegkunde in is weggelegd. Maakt niet uit hoe. Geriatrie is eigenlijk, ja, je hebt eigenlijk met polypathologie te maken, dus de geriatrische patiënt wordt eigenlijk in zijn totaalpakket bekeken en heeft zoveel verschillende problemen dat eigenlijk altijd dat medische enorm naar voren komt. Ja, ik vind dat wel. Doordat de ouderen ook kwetsbaarder zijn, maakt dat het toch ook wel soms een stukje complexer dan een gewone voor de rest goede patiënt. Ja, dat komt hier bij ons enorm veel voor, omdat wij uiteraard een orthogeriatrie zijn. Dus we hebben heel veel OK's. En dan gebeurt het, en dat is een van de dingen die ik zelf enorm ook nog leuk vind, en dat maakt vanuit mijn functie als hoofdverpleegkundige dat ik daar toch nog nauw mee betrokken blijf, is bij die wondzorg ook. Medewerkers die komen dan ook al wel eens advies vragen van hoe dat er een bepaalde wonde moet verzorgd worden. En dan vind ik het me altijd leuk om samen met hun naar de kamer te gaan en te bekijken, oké, hoe ziet die wonde eruit, wat moeten we er juist mee doen. Wij worden hier nog wel aangesproken met zusters, hè? Zusterke. Dat wordt nog wel heel veel gezegd. Maar we vinden dat ook helemaal niet erg. Dat maakt ook wel dat er inderdaad misschien op sommige momenten een lossere sfeer hangt op geriatrie dan dat op andere diensten is. Patiënten hebben hier ook al heel veel meegemaakt, dikwijls. Die hebben toch wel een serieuze rugzak bij zich. Er wordt af en toe al wel eens gedansen of gelachen toch ook wel op een dienst. Dus dat is wel leuk, ja.